Het motorseizoen komt er weer aan, dus iedereen wil massaal op de motor stappen. Maar ik merk wel dat heel veel motorrijders slecht te zien zijn. Dus is het niet verstandig dat alle motorrijders zo'n hesje gaan dragen? Volgens mij is dat een stuk veiliger. Veel veiliger. Heel belangrijk dat ze dat aan doen. Ja. Ja, waarschijnlijk wel beter dan zonder hesje. Ik denk dat ze wel zo erg opvallen met alle kleuren en hoe fel het is. Dat wel zo erg opvalt dat mensen hun zien en dat ze dus veilig zijn eigenlijk. José, jullie zorgen ervoor dat we allemaal veilig over straat kunnen. Maar volgens mij is dat wel een behoorlijke uitdaging. Ja, dat is het zeker. Maar iedereen kent Veilig Verkeer Nederland van de scholen zijn weer begonnen acties. Van die spandoeken boven de weg. Van het verkeersexamen die velen van ons gedaan hebben. Maar daarnaast voeren we met heel veel enthousiaste vrijwilligers acties uit. Wat doen jullie dan zoal? Wij hebben een meldpunt waarbij iedereen een verkeersonveilige situatie kan melden als ze die tegenkomen. En wij helpen dan met die melder om die melding op te lossen in zijn groot woord. Om samen daarnaar te kijken hoe we het kunnen verbeteren. Op wat voor manier zouden jullie dat dan kunnen verbeteren? Er zijn meldingen die met de infrastructuur te maken hebben. Dan kijken we samen met die melder hoe we die stappen naar provincie of naar de gemeente kunnen maken op de zo goed mogelijke manier. En te kijken of we met hun dat op kunnen lossen. Maar heel veel meldingen gaan ook over gedrag. Zoals in woonwijken, bijvoorbeeld te hard rijden is een veel voorkomende melding. En dan gaan we kijken hoe kunnen we die mensen in die woonwijk daarop attenderen dat er te hard gereden wordt. En dat kan dan door middel van ludieke acties als een snelheidsmeting, echt met een laserkun, door kinderen gedaan. Waarbij die mensen die daar rondrijden er even op worden gewezen dat ze te hard rijden. Want vaak gaat dat heel vanzelfsprekend omdat je de wijk zo goed kent en de weg goed kent. Rij je vaak heel snel te hard. Dan moet ik zeggen dat ik mezelf er ook wel eens op betrap dat ik gewoon te hard rijd in de wijk. Omdat je het inderdaad al gewoon op je duimpje kent. Maar er zijn ook veel regels gewoon veranderd in de loop der jaren. In ieder geval sinds ik mijn rijbewijs heb. Ja, dat klopt. Om de zoveel tijd veranderen regels, komen de verkeersborden bij. En daarom hebben wij een opfriscursus ontwikkeld, een online cursus. Die je om de zoveel tijd even kan doen. Zullen we hem even doen? Nou, graag. Ik hoop wel dat ik daarvoor slaag. Dus even kijken of ik er nog wat van bak, hè? Ja, laten we eens even kijken. Ja, en even kijken. Dit moet je gewoon invullen en dan komt eruit of ik nog voldoende kennis heb. Ja, alle vragen even beantwoorden. En dan zie je gelijk hoe het met de kennis gesteld is. Nou, ik ga het proberen. Maximaal 1 meter. Oh, dit weet ik niet. Alle bussen. A, B of C? Dat is B. Ja, goed. Nou, 8 van de 8 goed. Ja, dus het zit eigenlijk heel goed met jouw verkeerskennis. Nou, gelukkig maar. José, jij kan mij denk ik ook heel veel vertellen over motoren en veiligheid. Ja. Als ik in een file sta en ik word ingehaald door een motor, dan ziet dat er altijd zo ontzettend gevaarlijk uit. Maar is motorrijden eigenlijk gevaarlijk? Ja, op zich is het gevaarlijker dan bijvoorbeeld autorijden. Met motorrijden heb je 25 keer meer kans om te overlijden bij een ongeval dan met autorijden. En je hebt 10 keer grotere kans om in het ziekenhuis te belanden. Dus er zijn wel wat meer risico's aan verbonden. Ja, dus je kan eigenlijk beter niet op een motor stappen? Ja, als je je aan de juiste regels houdt, de verkeersregels, dan is het natuurlijk wel. Het blijft natuurlijk leuk om motor te rijden, lekker buiten en is het ook veilig te doen. En als je nou zo'n reflecterend hesje draagt, word je dan ook altijd gezien? Je wordt in ieder geval wel beter gezien dan dat je hem niet aan zou hebben. Maar er zijn een viertal zaken die eigenlijk belangrijker zijn. Dat is er vanuitgaan dat je niet gezien wordt door de andere weggebruikers. De snelheid. Als je bijvoorbeeld in een file rijdt, niet heel snel daar langs gaan rijden, maar maximaal 10 kilometer harder dan de andere weggebruikers. Het anticiperen van de verkeerssituatie, op de verkeerssituatie eigenlijk, en de plaats op de weg. Dus de plaats op de rijbaan die je inneemt als motor, die moet heel duidelijk zijn voor de andere weggebruikers. Nou,
Je hoort het, alleen een reflecterend hesje zorgt er niet voor dat je dan echt gezien wordt. Er zijn echt nog wel een aantal andere punten waar je zeker rekening mee moet houden. Ik ga nu de lange test nog een keer doen, oké?